Ik heb mijn ontbijt door de helft gedaan en die is normaal heel groot. Meer dan 1000 calorieën. Ik moet nog een uur wachten, dus die is wel, maag is wel leeg zometeen. Ik heb niet ontbeten, ik heb alleen een eiwitshake gehad. Dat natuurlijk in voorbereiding voor de challenge. Met een lege maag gaan de twee krachtpatsers de challenge aan. Toen ze hoorden van de grootste hamburger in Nederland, waren ze ervan overtuigd dat ze deze Big Daddy op kunnen. Ja, het is wel een heel leuk gezicht. Mensen die gaan er vol goede moed in. En dan na 3, 4 hamburgers, dan ga je vragen, smaakt het nog? En dan is het dan zo van, ja, het smaakt wel, maar nee, dit ga ik nooit redden. Want 13.000 calorieën is superveel. En met die wetenschap kruipt er toch een beetje onzekerheid naar boven. Ik zit nu op een dieet van 7000 calorieën, maar dat is verspreid over de dag. Dus ik ga alles op alles zetten. Dat is meer dan 2 dagen eten eigenlijk, dus dat is wel best eng. Na 2 uur eten is Richters er helemaal klaar mee. En met de eindstreep in zicht kwam Leeuwen net 1 hamburger tekort voor een nieuw record. De laatste 2 waren echt gewoon super zwaar. Elke hap was gewoon echt gewoon strijden om het naar binnen te krijgen. En niks hielp, sausjes hielpen niet, drinken hielp niet. Dus het was echt gewoon, kon gewoon niet meer.